Stichting ProDas heeft de ouders van de basisschool Sint-Pieter in Ommel laten weten dat deze ProDas-locatie definitief gaat sluiten. Het schoolbestuur wil in een speciale informatiebijeenkomst op woensdag 11 december samen met de ouders bespreken hoe dit proces zo zorgvuldig mogelijk kan worden vormgegeven. Hans Tromp, directeur van ProDas, geeft tekst en uitleg. Er zijn te weinig kinderen meer in Ommel om daar een school open te kunnen houden. De geboortes zijn, zijn erg gedaald de laatste jaren. En ja, het ziet ernaar nou uit dat de school heel, heel klein gaat worden. En is er ook iets aan gedaan om de school te behouden? Ja, de school kan behouden worden als er meer kinderen zijn. En dat is wel heel erg moeilijk om kinderen van de andere scholen weer naar Ommel te krijgen. Uh, dat is een heel erg groot probleem. In heel Nederland zijn kleine kernen. Die uh, ja, door daling van de geboortes uh, minder kinderen hebben. En uh, het is heel erg moeilijk voor de mensen, maar ook voor ons om dat te keren. Ja. En als er te weinig kinderen zijn, is er dan geen garantie voor een uh, goede ontwikkeling van de kinderen? Ja, nou, dat ligt eraan hoe groot de scholen is. Uh, in Nederland zijn scholen gemiddeld 200, 220 kinderen. En als een school onder de 100 kinderen komt, dan noemen we het een kleine school. Ja. Tussen de 100 en de 50 is het mogelijk om kwalitatief goed onderwijs te geven. En tussen de 100 en de 50, dan hebben alle kinderen nog, zeg maar, zes bij 50, nog zes leeftijdsgenootjes om mee te spelen ja. en zich te ontwikkelen. Mm -hmm. En uh, het ziet naar uit dat de Pieter niet een klein beetje, maar heel veel onder de. 50 zal gaan dalen. Ik denk wel in de komende jaren, als ik de cijfers zie, dan gaat het zelfs onder de 40, misschien wel onder de 30 dalen. En dat betekent dat er voor kinderen veel minder kansen zijn dan op een grotere school. Maar de sluiting komt toch nog voor veel mensen onverwacht? Ik weet niet of het echt onverwacht is. De mensen in Ommel weten zelf ook prima hoeveel kinderen er geboren zijn. Maar het is een heel vervelend bericht. Ja. En je hoopt dat het bericht niet komt. Ja. Maar ik denk dat iedereen wel wist dat dat bericht toch een beetje in de lucht hing. Maar is er nog niet eerder over gesproken met de uh, mensen? Ja, we zijn uh, in april voor het eerst met de mensen in gesprek gegaan. En in april was er al een hele grote schok. Want toen bleek al dat ja. de school uh, ja, uh, uh, in, in de buurt van. Uh, ...de opheffingsnorm kwam. Officieel is dat 66 in de gemeente Asten. Mm -hmm. Dat is de wettelijke opheffingsnorm. Uh, omdat ProDAS een hele grote stichting is, mogen we daar ook nog wel iets onder zakken. En veel mensen hebben ook gehoopt toen, van misschien kunnen we toch nog open blijven... Hè, ...met tussen de 50 en de 66. Misschien kunnen we dat een aantal jaren overbruggen, dat we daarna weer gaan groeien... Maar het is wel duidelijk geworden dat ook de geboortes in 2013... er zijn twee kinderen geboren in 2013. Ja, nou, hè, die kinderen zijn natuurlijk nog niet vier jaar... maar over een paar jaar, ja, ja dan daalt het aantal zo ver... dat het, uh, ja, dan, dan, is het, dan zijn het veel en veel te weinig kinderen. Ja. En hoe is het uh, communicatietraject tot nu toe verlopen? Nou, we hebben na april hebben we een aantal oude avonden gehouden... waarin we met de ouders er ook over gesproken hebben... Uh, en we hebben uh, een convenantgroep opgericht. We hebben het idee gehad van: laten we maar eens om de tafel gaan zitten met alle partijen die erbij betrokken zijn. Dat wil zeggen, er zat iemand bij van de gemeente, er zat iemand bij van de dorpsraad, er zat iemand bij van de school en er zat iemand bij van het schoolbestuur. En met die vier partijen en iemand van de medezeggenschapsraad, laat ik dat vooral niet vergeten. Met die vijf partijen hebben we een flink aantal vergaderingen gehad en hebben we gekeken van wat zijn de mogelijkheden. En uh, wat je dan ziet is dat er heel veel enthousiasme is, dat er veel plannen zijn, dat mensen alles willen doen om de school in hun dorp te houden. Maar als je concreet kijkt van levert dat nou ook meer kinderen op, is dat tot nu toe nog niet gebleken. U zegt plannen, uh, zijn die plannen dan nou van de baan? Uh, er zijn wel plannen, um, maar het, je moet je afvragen of de plannen ook realistisch zijn. Bijvoorbeeld het plan, we gaan kijken of we kinderen van Asten naar ommel kunnen halen. Dat zou heel mooi zijn om, de kinderen, hè, om, om meer kinderen in ommel te krijgen, maar het is maar de vraag of kinderen uit Asten ook bereid zijn om naar ommel op school te gaan. En daar twijfel ik eerlijk gezegd een beetje aan. En in het afgelopen half jaar is dat ook niet gebeurt. Het is eerder geweest dat er al ouders waren uit Ommel die zeiden van nou, alles afwegend en kijkend, breng ik mijn kinderen toch vast naar een grotere school in Asten. Maar nou, voor Ommel is er natuurlijk wel heel erg van belang dat er een school is, ook in verband met de sociale omgang met iedereen. Ja. Uh, in ieder geval, hè, in Ommel en dat zie je ook aan de, aan de berichten, de school wordt ervaren als het hart van de gemeenschap. Ja. En het uh, dat is de beleving. En daarom zeg maar, doet dat besluit ook enorm zeer bij de mensen. Ik begrijp dat ook. Ja. En hoe reageren de kinderen? Ja. Ik ben van de week even op de school geweest, daar heb ik met de leerkrachten gepraat en ik heb ook de vraag gesteld hoe reageren de kinderen? En de kinderen blijven daar heel rustig onder. Een aantal vriendjes en vriendinnetjes zijn al naar Asten gegaan naar een andere school. Daar hoorden ze ook verhalen over. Aan de ene kant, sommige kinderen bloeien heel goed op een hele kleine school. Mm -hmm. Dus voor die kinderen is het gewoon hartstikke jammer. Mm -hmm. En andere kinderen hebben juist wat meer ruimte nodig... en wat meer een rijkere sociale omgeving. En die kinderen die, uh, uh, gaan dan ook echt... Uh, hè, zeker niet met tegenzin naar een andere school. Ja. Mm -hmm. Maar de Pieter is een fijne school. Ja. Hij draait lekker. Uh, uh, de kinderen hebben het op de Pieter naar de zin. Dat kan ook op die andere school wel komen. Mm -hmm. Kinderen zijn er niet over in paniek... Kinderen uh, hoeven er niet om, om, om uh, ja, wat zal ik zeggen, het geeft geen problemen in de klas. Ik heb het specifiek ook aan de leerkracht gevraagd. Kinderen staan, zijn veel flexibeler dan wij volwassenen. Kinderen kijken altijd zo naar de toekomst en zien de kansen. Nou is de toekomst dus dat uh, de school gaat sluiten op termijn en wat bedoelt u dan met welke termijn? Ja, nou als je nu kijkt, hè, en er staat ook in de brief staande aantallen, dat over een paar jaar zal het, zullen de aantallen heel erg dalen. Dus we moeten toch niet in een hele reeks van jaren nog denken, maar dan moeten we toch denken aan een paar jaar, denk ik. Maximaal. En wij hebben een oude avond uh, in december en dan gaan we ook met de ouders praten. Dat vind het heel belangrijk, ouders, hoe denkt u daarover? Bijvoorbeeld, zit je kind volgend jaar in groep 8? Vind je het dan als ouder belangrijk hè, dat jouw kinderen de school afmaken in Ommel? Nou, dan kunnen we daarover praten en dan praat je bijvoorbeeld over een, hè, dat noemen ze dan een bezemklas, over een groep die zo'n laatste jaar maakt. Er zijn misschien kinderen die volgend jaar in groep 7 zitten en les hebben gehad in een bepaalde rekenmethode en een bepaalde taalmethode die ze misschien niet op een andere school gebruiken. Nou, kunnen we dan misschien op die andere school een groepje maken waar kinderen toch nog het laatste jaar uit hun vertrouwde rekenmethode of taalmethode les krijgen zodat naar de zitoscore toe dat daar geen hiëat uh, ja, 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 geen, 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 geen in zit. Uh -uh. En we vinden het allerbelangrijkste hoe het gaat met de kinderen. Ja. Dat is belangrijk. En als nou de ouders besluiten om na de grote vakantie de kinderen in, op een andere school te doen, komt u dan niet meteen in de problemen? Uh, nee, dat, ik, ik denk het niet. Uh, en daarom is het ook belangrijk dat we als school en schoolbestuur en ouders ook in december heel rustig met elkaar daarover praten. En te kijken, hè, dat we, ik hoop dat we de emotie van het verlies van de school in het dorp, dat we dat even kunnen laten rusten. En dat het ons lukt om de aandacht op het belang van de kinderen te hebben. Ouders vinden het belangrijk dat het goed gaat met hun kinderen. En ouders vinden het ook belangrijk dat, het, dat de school in omhoog blijft. Daar zit ook een zekere tegenstelling soms in. Het proces van sluiting is dan nog niet bekend, nu, nu u nog niet weet hoeveel kinderen dat er op school blijven. Dat klopt. En het, ik denk dat we, als we de oude avond gehad hebben, en we willen heel graag horen van ouders: hoe zit u erin? Wat vindt u belangrijk? En dan gaan we niet op de avond zelf zeggen: nou, en uh, dan doen we het zo of zo. Dan gaan we eens goed nadenken: uh, hoe kunnen we nou het nou zo organiseren in de komende jaren, dat het in ieder geval zo goed mogelijk is voor de kinderen? Want dat is het belangrijkste. En de informatieavond is op 11 december. Uh, waar wordt die gehouden en hoe laat? Ja, die houden we gewoon in de school, s'avonds om 8 uur. En is het alleen voor de ouders toegankelijk of ook voor andere geïnteresseerde mensen uit Ommel? Nee, het is alleen voor de ouders uh, toegankelijk. Want de ouders hebben het belang ook bij hun kind. En als we hem openstellen voor de, voor de pers en voor iedereen uit het dorp. dan Wordt het voor ouders ook lastiger om over hun kind te praten? We willen dat gewoon in alle rust en in, in, in alle kalmte uh, willen we dat met elkaar bespreken.